Gino, volgens mij voor jou een nieuw momentje in je carrière. Doellijn technologie achter je. Ja, oh ja, dit is in Utrecht, hè? Ja. Je bent er niet mee bezig. Nee, helemaal niet, nu je het zegt. Maar ja, misschien helpt het ons of misschien niet. Wat vind je van doellijn technologie? Goed, ja, ik bedoel, als daardoor een wedstrijd, tenminste beslist wordt door een foute keuze en daardoor kan het omgedraaid worden of wat dan ook. Ja, vind ik het wel goed. Heb je het wel eens meegemaakt dat een bal achter de lijn was en dat hij niet goedgekeurd werd? Ja, op tv zie je het natuurlijk wel gebeuren, maar zelf weet ik het eigenlijk niet. Vorig jaar Ajax? Inderdaad, hadden we gewoon gelijk gekregen natuurlijk, weet je. Die was gewoon niet over de lijn. Niet? Nee, ik weet niet meer. Wat was er dan? Nou, volgens mij was daar discussie over, ja. Wel niet. Nee, ik weet het niet. Maar in ieder geval, ja, dat was wel een situatie om het te gebruiken inderdaad. Wat verwacht je van de wedstrijd? Ik denk dat Utrecht zeker te pakken is. Dat we gewoon deze goede lijn door moeten zetten. Maar wel gewoon vol erop moeten knallen met z'n allen. En ik denk dat we dan gewoon een mooi resultaat kunnen behalen daar. Utrecht uit is altijd lastig, maar volgens mij is het nu redelijk te doen met blessures van Van der Gun en Moulenga. Ja, zeker. Ik denk het wel. En gezien onze groep die steeds meer een groep wordt en ook dat laat zien in de wedstrijd als we die lijn doortrekken. Ja, dan kunnen we ook daar een mooi resultaat boeken. Is het definitief afgelopen met de negatieve verhalen als jullie winnen van Utrecht? Ik volg het eerlijk gezegd niet, maar... Jullie uit het dalletje, laat ik het dan zo zeggen. Ja, mocht die er zijn mocht er een dalletje zijn geweest, dan is dat zeker dan na die wedstrijd wel weg. Goed, Zwolle uit, 6-1, die ben je nog niet vergeten, neem ik aan. Absoluut niet, maar tenminste, laat me zo zeggen, het is wel een wedstrijd waarvan je weet van ja, dat mag nooit meer gebeuren. Maar je bent er niet meer mee bezig. Nee. Is het een wake-up call voor jullie? Nou, misschien wel op een of andere manier. Ik bedoel, iedereen geeft wel vol, geeft alles en gaat er vol voor. Maar het was misschien wel een week op call in de zin van, ja, nu moet er wel echt iets gaan gebeuren. Want we moeten ergens aan werken waardoor we meer een team worden of waardoor het net wat beter loopt. Maar dat was wat dat betreft wel een week op call. De strijdwijze is daarna wel veranderd? Ja. Het puzzeltje is gewoon daarna wat meer ineengevallen, denk ik. Natuurlijk ben je met bepaalde dingen bezig. Is de trainer met bepaalde dingen bezig om het beter te laten lopen. Gelukkig gaat het nu ook lopen. Arona heeft de afgelopen week laten weten dat ze de optie in jouw contract graag willen lichten. Blij mee? Ik heb het naar mijn zin. Ik heb contracten waarin de optie staat die ze mogen lichten. Dat is gebeurd. Dus, Is wel gebeurd ook? Tenminste gebeurd. Ik moet het ook maar lezen. Weet je? Ik heb zelf nog niks gehoord van de club, maar prima. Ik heb het naar mijn zin hier. Dus, Het lijkt me raar als je dat dan zelf moet lezen zo. Ja, dat is ook heel raar. Ik heb eigenlijk ook aan de trainer gevraagd van hoe het nou precies zit. Want ik lees in de krant en Robbie Ravenstein kwam er als eerst mee om het me te melden. Die is altijd van het eerste nieuws. Maar, ik lees het. Wist je wel dat het voor 1 januari gelicht moest worden? Ja, dat wist ik wel, ja. Ik las het dus dat het gaat gebeuren, gebeurd is. Of is het ook in je carrièrecurve zoals je het ziet? Ik ben wel ambitieus. Ik zou wel graag nog stappen willen maken in mijn carrière. En ik denk zeker dat het... dat het wel mogelijk is. Ik bedoel, ik train er hard voor. Ik ben er heel bewust mee bezig ook om beter en sterker te worden. En ik voel ook dat ik dat word. Maar is misschien wel met Den Haag. Ik bedoel, als Den Haag gewoon zo ambitieus blijft en mooie stappen gaat maken, dan waarom niet met Den Haag dan? Dan ga je gewoon mee. Ja, absoluut. Zeker. Ja.